Welkom bij WijnTV. Vandaag in de uitzending Angelique van der Linden met Domitiano. Een van onze meest populaire rode wijnen is de Domitiano. Die komt uit Zuid-Italië, uit de Hak van de Laarzen, heel zuidelijk gebied. De laatste 5 à 10 jaar is het gebied eigenlijk steeds bekender geworden. Daarvoor werden de wijnen voornamelijk in de streek zelf gedronken. Maar gelukkig zijn er wat jongere wijnmakers bijgekomen die wat modernere technieken gebruiken. En daarom is de wijn gewoon nu heel geschikt voor de Europese markt geworden. De druif is de Negro Amaro druif. En dat is een typische druif uit die streek. Je ziet hem ook verder eigenlijk vrij weinig. Het kenmerkende is dat de wijnen uit zo'n warme streek komen. Dat de druiven heel erg rijp van smaak worden. Ze worden eigenlijk zo rijp dat het haast een zondoorstoofd karakter krijgt. En dat ruik je zo, dat proef je. In de kleur zie je ook dat hij heel donker is. Dus het correspondeert ook met de naam Negro Amaro, negro van donker. En in de geur, daar ruik je echt dat hele rijpe in. Het zondoorstoofde, een beetje het jammige karakter. We gaan eens even proeven of dat ook zo is. Ja, daar proef je gewoon het hele rijpe, de rijpe aardbeien, het bramen, een beetje donkere fruit. En het heeft ook wel iets tannine, iets drogends in de smaak, maar voornamelijk het geconfijte, het hele rijpe, dat overheerst in de smaak. Je kunt het goed zo drinken, eigenlijk als aperitief wijn of 's avonds als glaasje. Maar het combineert ook heel goed bij stoofgerechten. De gestoofde smaak kan zich goed aanpassen bij die gestoofde gerechten. Gerechten op basis van een tomatensaus gaat bijvoorbeeld ook heel erg goed hiermee samen. In feite een hele brede wijn, breed inzetbaar. Het is een wijn die je snel kunt drinken. Eigenlijk het jaar na de oogst is die al goed op dronk. Maar je kunt hem zeker 2 à 3 jaar laten liggen.